verhalen. Voor alle mensen en makers, Buurt Film Festival. Hele goede dag, dit is ABFF TV, een programma van Amsterdams Buurt Film Festival. Dat wordt ieder jaar in december georganiseerd in de Centraal Bibliotheek Amsterdam, Oosterdok. Mijn naam is Kibret Mokonnen, artistiek leider en initiatiefnemer van het ABFF. Vandaag zitten wij hier zonder de presentator Jan Muizer, die is ziek, maar hopelijk dat hij wel volgende keer erbij zit. Maar we hebben ons gast Nanette. En Nanette, denk je wel dat je erbij bent? Nou, leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, mooi. Wil je kort vertellen waar je zelf woont en wat je bent meegenomen uit je buurt? Ja, ik woon in de Spuienbuurt. Mm-hmm. En dus lekker in het centrum van Amsterdam. Ja. Superleuk, omdat alles dicht in de buurt is. Ja. Soms niet zo leuk vanwege alle toeristen. Ja. Maar goed, het is niet uit mijn buurt. Maar als ik aan Amsterdam denk, dan denk ik onder andere aan de brug bij Carré. Aan Carré, waar ik met mijn tante, toen ik nog niet in Amsterdam woonde, als eerste naartoe ging. En naar de Evenaar van Jos Brink ging. Ja. Maar mijn vader was wel een echte Amsterdammer en die kwam uit de Indische buurt. Mm-hmm. En die kon dan altijd de wolf en de zeven geitjes op zijn plat Amsterdams. En dat vond ik superleuk als kind. Dus ik heb het gevonden. En mijn Amsterdams is niet heel erg goed. Ja. Maar ik vind het toch wel een beetje leuk om iets voor te lezen over een deel van een sprookje. Want misschien kunnen mensen er nog wat van leren die sommige Amsterdamse woorden nog niet kennen. Ga je gaan. Nou, dit gaat over de geitjes schrokken zich het Lazarus. De wolf sloeg ze half lens en vrat ze op. Alleen het zevende geitje, dat was zo link om in de klok te duiken. En bleef daar stil zitten tot de wolf pleiten was. S'avonds kwam de oude geit in de lierum thuis. En het kleine geitje zei dat die rottige wolf de andere zes in zijn muil had gedouwd. Zo'n stuk schorem, zei de oude geit, die een meteen gloeiende schurft in kreeg. Die rottigheid zal ik die gozer eens even afleren. En even ter lering en vermaak, want ja. Wat betekent dan in de lierum? Nou, dat betekent dat hij iets te veel gedronken had, hè? En in zijn muil had gedouwd. Ja, dat is natuurlijk niet echt heel netjes. Maar goed, dat weten we denk ik wel wat dat betekent. En schorem, ja, dat is ook. En ik ken de meeste woorden niet. Nee, oké, maar goed. Maar dit was een Amsterdamse taal. Dit is een deel Amsterdams. Het is niet echt Amsterdam zoals de mensen in de Jordaan Amsterdams kunnen. Daar ben ik soms wel jaloers op, want ik vind het superleuk als ik het hoor. Mooi. Ja. Maar we gaan het ook verder misschien daarover, ik weet niet zeker. Maar het is ook goed om over jezelf ons kort te vertellen. Wie is eigenlijk Nanette? Ja, nou, ik ben Nanette. Ik ben iemand met een hele brede interesse. Ik vind voor de camera staan heel erg leuk. En ik vind achter de camera staan heel leuk. Ik heb ik acteer. Ja. Ik ben ook marionettespeler bij het Amsterdams Marionettentheater. En ik doe af en toe rollenspellen voor commercials. En ik doe ook wel rollenspellen voor bedrijven. En ik heb voor mijn afstuderen voor zowel PNO als voor dramatherapieopleiding heb ik een film gemaakt. De ene ging over horizontale loopbaanontwikkeling binnen Axel Nobel. En de andere ging over het observatieinstrument hutten bouwen. Ja. Ja, en mijn droom was ooit altijd nog eens een keer om een supergoeie film te maken waar mensen wat aan hebben, ja. Omdat ik heel erg van het kijken ben. En toen ik tegen mijn vader zei, goppa, ik heb een plan, ik ga geen scriptie schrijven voor mijn PNO-opleiding, maar ik ga een video maken. Zei hij, dat moet je vooral doen, want je hebt nog nooit een camera in je handen gehad. Mm-hmm. En vervolgens zei hij, oké, wat in je kop zit, zit niet in je kont, dus hier heb je mijn camera, ga er maar mee oefenen. Ah, je vader was dus cameraman of zo? Nee, hij maakte heel veel foto's. Okay. En ja, toen ik 6 was, kreeg ik mijn eerste fototoestel. Ah. Dus mijn eerste ding is eigenlijk fotografie. Ja, dus eigenlijk je vader was jouw inspiratie om, of tenminste, hij had jou bijgedragen om. Ja, nou, hij had uiteindelijk dan gezegd, oké, als jij dat dan wil, ga dan maar eventjes ermee oefenen. Ja, ja, en hij
Hij heeft nooit echt een film gemaakt verder, maar gewoon vakantiefilmpjes of zo. En ben je in Amsterdam geboren of zo? Nee, ik ben niet in Amsterdam geboren. Ik ben in Utrecht geboren. Utrecht. Ik heb in Eindhoven gestudeerd. Ja. En bij mij weten heb ik van alle plaatsen een klein beetje een accent volgens mij. Ja. Maar niet een echt Amsterdams accent volgens mij. Maar misschien af en toe de S toch. De S en de Z, een klein beetje. Maar ben je dan Amsterdammer of Utrechter? Wat? Nou, ik denk, ik heb van 0 tot 2 in Utrecht gewoond. Dus ik heb wel in Utrecht op school gezeten en mijn rijbewijs daar gehaald. Ja. Maar ik denk dat ik toch meer Amsterdammer ben, want ik woon nu al heel erg lang in Amsterdam. Ik heb geen idee hoe lang, maar ik denk toch alweer zeker 30 jaar. Wat betekent Amsterdam voor jou? Nou ja, mijn vader was een echte Amsterdammer. En, jij niet? En ik niet. Maar ik moet zeggen, ik woon nu al denk ik meer dan 30 jaar in Amsterdam. Dus ja, wat is een echte Amsterdammer? Maar hij kon het plat Amsterdams. En als kind werd ik dan voorgelezen uit De Wolf en de Zeven Geitjes. Maar dan plat Amsterdam, zeg maar. En dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Als ik in Amsterdam ben en ik hoor ergens plat Amsterdams. Ja. En voor mij is Amsterdam ook de brug bij Carré zelf, zeg maar, waar ik als eerste, toen ik nog niet in Amsterdam woonde, maar bij mijn tante, voor het eerst naar het theater ging. Dat, dat zijn de plekken van Amsterdam die ik heel erg mooi vind eigenlijk. Maar ook het Vondelpark is voor mij Amsterdam. En eigenlijk hoef je niet op vakantie als je in Amsterdam woont, want de hele wereld woont er en of komt langs. Mooi gezegd. Ja. Ja. Even terug naar jouw ervaring met film. Je hebt vorig jaar bij het ABFF film ingediend. Ja. Coronatijd in Amsterdam was dat? Hè? Ja, Amsterdam in coronatijd. Ja, Amsterdam coronatijd. Wil je ons kort vertellen over je film? Ja, ik heb die film gemaakt omdat ik dacht, oh, dit is de kans. En dat heb ik in een hele korte tijd moeten doen. En dan hebben we eigenlijk, mijn fotoboek wat ik samen met een vriendin had gemaakt over hoe wij onze tijd in Amsterdam hadden doorgebracht tijdens de coronatijd. Daar hadden we een heel mooi fotoboek van gemaakt. Dat heb ik als uitgangspunt genomen. Ja. Omdat ik zo snel even niet wist, goh, wat anders. En ik dacht, het is wel een mooie kans om te kijken. Om te kijken hoe dat zou gaan, zeg maar, op het buurtfilmfestival. En ik heb het ook gedaan omdat ik het heel belangrijk vond om uiteindelijk mensen... Dat ga je straks wel vertellen. Ah, okay. Want wij moeten wel als eerst wel naar de film toe kijken. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Oké. Okay. Maart 2020. Persconferentie. Oproep tot 1,5 meter afstand. Sluiting van horeca, scholen, kinderopvang en sportscholen. Veel feestjes kunnen niet doorgaan. Ook geen groot feest op 16 maart 2020 voor mijn 50ste verjaardag. Nou, kijk eens. Een hele mooie taart heeft Mary voor mij. 50ste verjaardag. Met leuke kaarsjes erop. En een versierde stoel. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piepe de piep, hoera! Nou Mary, wat superleuk dat je dit hebt gedaan met die mooie ballonnen en de stoel en het taartje. Echt heel erg leuk, want het is zo jammer. Ik ga eerst even kijken of het wel zo lekker is. Lekker, lekker. Naar aanleiding van de lockdown heb ik samen met Mary dit boek gemaakt om deze bijzondere periode vast te leggen. Een mooi ontwerp van Fleur Sporidor op de voorkant van het boek. Coronatijd in Amsterdam. Een fotoboek gemaakt over hoe stil het is aan het begin.
Harry de kat. Harry de kat komt in eerste instantie bij mij logeren, omdat zijn baasje de winkel moet sluiten vanwege corona. Na 3 maanden vraagt zij of ik hem wil overnemen. En dat doe ik. Een Amsterdam voor de Amsterdammers. Geen toeristen. Koningsdag. Zonder feesten. En natuurlijk Café Hoppen. Lege terrassen. Maar wel een heel mooi initiatief van Café Hoppen. Keep Hope. Toch op reis in Amsterdam. Bij de fruittuinen van West. Lege straten. En dichtgebarricadeerde winkels. Het Amsterdamse bos met de kersenbloesem. En een lege dam. 2 jaar op rij. 23 januari 2021. Er wordt een avondklok ingesteld vanaf 9 uur tot 4:30. Gelukkig geen avondklok voor de dieren. Die kunnen heen waar ze willen zonder mondkapje en QR-code. Lekker even wassen naar de snoepjes. Hey Merië, met Nanette. Nou, mijn 51ste verjaardag ben ik ook ziek en hebben we dit keer een online verjaardagsfeestje. Want ik ben net getest en ik weet dus nog niet of ik wel of geen corona heb. Ongelooflijk. En nog coronatijd. Hey, hallo. Ik wil graag heel eventjes met je overleggen. Ja hoor, nee, het komt wel even uit. Nou, over dat feestje van mijn dochter. Want jij kon mij helpen. En ja, ik zit even met een dilemma. Een van die vriendinnetjes, die ouders, die hebben corona en die liggen met corona op bed. Zo, dat is niet zo best. Die moeder al sinds vrijdag en die vader sinds een paar dagen. En ja, de GGD heeft gezegd dat zij gewoon mag komen omdat zij gevaccineerd is. Ja. En ze is negatief getest. 5 dagen na vrijdag, dat haar moeder ziek werd, zeg maar. Oh. Dus ze mag zaterdag gewoon komen op de verjaardag, volgens de GGD. Maar ik was destijds dus ook negatief getest na 5 dagen dat mijn dochter corona had. En ik ben toch 11 dagen daarna heb ik corona gehad en ben behoorlijk ziek geweest. Ja, ik ben dan wel gevaccineerd, maar die ouders die zijn ook gevaccineerd. En die zijn toch behoorlijk ziek nu. Ja, ik vind het nogal lastig. Kijk, ik heb er zelf natuurlijk voor gekozen om voorlopig nog even geen vaccinatie te doen. Ja, nou, ik denk gewoon dat ik geen risico ga nemen. Want ik wil niet dat jij even ziek wordt. En ja, de kinderen die worden niet zo snel ziek. Maar ja, je wilt toch niet dat ze positief worden natuurlijk. Ja. Oké. Ik ga die moeder even bellen en dan beslis ik gewoon dat ze toch niet kan komen. Ja. Oké. Tot zaterdag. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoi. Ja, ik dacht, ik bel je even, want ik hoorde net dat die vriendin van Nova, die dus uiteindelijk zaterdag niet gekomen is op het feestje, dat die toch positief getest is. Ja, die is nu positief getest.
Dus ik ben hartstikke blij dat we gewoon toch nee gezegd hebben. Ja, dat wou ik toch even zeggen nog. Ja, oké, groetjes, doei doei. Per 6 november 2021 heeft men nu bijna overal een QR-code nodig of een negatief coronatestbewijs. Niet alleen in het restaurant, maar ook in het café, zelfs op het terras van het café, in de bioscoop en de sportschool. Ik hoop met heel mijn hart dat hoe we nu leven niet het nieuwe normaal is. En dat we open en vrij met elkaar kunnen blijven praten, ook bij een verschil van mening over wel of geen vaccinatie. Nou, Nanette, dat was jouw mooie film. En het was ook een aanleiding voor jou, toch? Om, je wilde je 50ste jaar verjaardag vieren. Ja. Met je vrienden, maar dan kon je niet. Nee, wat heel Hoe jammer. Kom je met ideeën misschien? Nou komen? Ja, wat heel jammer was, is dat coronatijd eigenlijk samenviel met dat ik eigenlijk 50 zou worden en ik zou een heel groot feest geven. Nou, toen was een vriendin zo lief om inderdaad mij uit te nodigen. En zij had voor mij gekookt en taart gehaald. En ja, dat was superleuk. En dat was dus eigenlijk de eerste foto van wat een fotoboek zou worden. En in principe had ik niet de bedoeling dat het over mij zou gaan met deze film. Want was de aanleiding. De fotoboek was eigenlijk de aanleiding over Amsterdam in coronatijd. Ja. En uiteindelijk vind ik vooral het laatste beeld heel belangrijk van deze film. Omdat ik wel een boodschap heb in de zin dat ik het heel jammer vind dat de mensen eigenlijk, sommige mensen gewoon hele ruzies hebben gehad door coronatijd. En mijn doel was eigenlijk met deze film, maar mensen blijven alsjeblieft met elkaar praten. Als jij een andere mening hebt dan ik, dat maakt niet uit als we gewoon maar met elkaar kunnen blijven praten. Want ja, dat jij wel of niet voor bent en ik ben wel of niet tegen, dat moet niet uitmaken. Dat was dus jouw kernboodschap die je eigenlijk aan de kijkers wil geven. Ja, en ook wees je bewust, daarom vond ik het belangrijk, de discussie met die vriendin over wat kom je dan eigenlijk allemaal tegen? Waar moet je rekening mee houden? En als dit gezegd wordt, is dit het dan ook? Of was dat het niet? Ja. En er is natuurlijk heel veel gezegd in de coronatijd. Ja. Maar dan gaat het eigenlijk, en dat vind ik ook belangrijk in deze film, gaat het ook over je gewone gezonde verstand als moeder. En die bezorgd is over de andere kinderen en de andere bezoekers op het feestje. En wat dus heel bijzonder is dat uiteindelijk dat kind wat niet op het feestje mocht komen, toch positief getest was. Dus is het heel goed dat die vriendin heeft gezegd, nee, ik wil het niet. Om naar haar eigen gevoel te luisteren. Nou, en dat is mooi, want zij was wel gevaccineerd en ik ben niet gevaccineerd. Maar dat is wel dat je elkaar wel in de waarde laat. Maar dan elkaar doen. Ja. En dit heb je ook gedeeltelijk samen met de vriendin gedaan, de filmproces. Hoe was het voor jou? Waar was het eigenlijk de uitdaging voor jou geweest? Nou, het was heel jammer, want ik had het leuk gevonden als ik bijvoorbeeld nog de eigenaar van een café had kunnen interviewen. Na aanleiding van welke café? Ja, Café Hoppen. Die in de film staat hij wel in de film? Ja, hij komt op de foto eigenlijk. Ja. En ik vind het heel jammer, want ik wil eigenlijk helemaal geen reclame nu daarvoor maken. Omdat ik denk, hij had een heel mooi idee met zijn plakkertjes, met hou hoop van Hoppen. Dat vond ik een heel leuk idee en ik had daar graag van hem zelf iets over willen horen. Maar dat wilde die uiteindelijk niet. Ja, dus, dat heb je ook altijd hè, bij het maken van. En dat vind ik heel jammer, want ik denk, en dan heeft hij zich een kans ontnomen eigenlijk ook. Maar goed, de hoop tijdens corona en Hoppen vond ik wel een leuke vinding. Ja. En ik heb wel van hem gehoord dat via een bureau was die dat heeft. En ben jij uiteindelijk wel tevreden met je eindresultaat van je film? Nee, het kan altijd beter. Het kan altijd beter. En ik vind het wel jammer, want ik had graag uiteindelijk
misschien een ander onderwerp gedaan en niet zo snel dit willen doen. Ja. Maar goed, wie weet, een nieuw jaar, nieuwe kansen, ja, toch? Ja, ja. Maar hebben we mensen dit film gezien? Ik denk heb je reacties van de mensen? Nee, ik heb geen reacties van de mensen. Hij staat op de YouTube van. Ja, nee, ik heb geen reacties van mensen gehad. Dat komt ook omdat ik niet ervan hou om mensen te vragen, goh, willen jullie allemaal alsjeblieft op mij stemmen? Je hebt geen propaganda gedaan. Nee, want ik doe dat alleen. Ik vind eigenlijk dat als mensen het goed vinden, dan gaan ze het zelf kijken. Ja. En ik wil niet, omdat je mij dan kent, dat je het dan gaat kijken. Ja. En als ik hem supergoed zelf had gevonden en ik had het echt, dan had ik het misschien wel gedaan. Maar ik vind dat het niet moet gaan over hoeveel mensen ja, kennen bij stemmen. En want dan gaat het helemaal niet meer over de kwaliteit van de film. Ja. Maar je begint te tellen altijd vanaf 1, dan heb je 2, dan heb je 3. Wat is plan 2? Wat is het vervolgtraject van jou? 2 dus. Ja, nou, ik ben nogal slecht in kiezen, dus ik ben er nog niet helemaal achter wat het wordt en of het gaat lukken in de tijd. En dat vind ik wel een lastig ding. Ja. Want ik heb een hele brede interesse. Het zou iets kunnen zijn toch nog over katten. Het zou iets kunnen zijn over kerstsfeer. Ja, of misschien lukt het me uiteindelijk toch niet om dat allemaal binnen de tijd toch nog te doen. Dus, maar ja, goed, mijn droom blijft altijd nog eigenlijk een hele mooie film te maken over een belangrijk onderwerp. En dat vind ik tegelijkertijd ook wel jammer, omdat dit natuurlijk eigenlijk over de Amsterdamse Buurtfilmfestival gaat. Dus dan is het toch niet zo breed en moet je het een beetje kleiner denken, omdat het over de Amsterdamse buurt gaat. Dus ik mag wel toch verwachten dat Nanette komt terug met het film. Naar het ABFF. Nou ja, ik hoop het zeker. Okay. Dat. Hey, Nanette, je hebt ook vorig jaar een kort workshop meegedaan met het ABFF Lab. Ja. Hoe heb je het ervaren? Ja, ik vond het heel leuk om toch nog eens een keer een samenvatting te krijgen van over de verschillende camera standpunten. Ja. Ja. En de theorie is altijd makkelijker dan de praktijk. Dus dat merk ik keer op keer. Want ik heb de afgelopen tijd toch ook wel weer geworsteld met precies dat je de kaders goed hebt. En vooral met het geluid. En dat vind ik wel een ding. Ik heb toch niet een goed genoeg camera. En dat maakt ook dat ik het lastig vind om een film te maken. Want ik had een camera gekocht. Die heb ik uiteindelijk teruggebracht. Okay. Want het geluid was niet goed en nu doe ik het deels met een camera en deels met een mobiel en dan met die mobiel met geluid. En dat zijn wel dingen waar ik heel, ja, en dat is wel frustrerend, want dan moet je extra opletten als je en je mobiel gebruikt en een camera en dat dan de twee elkaar niet kruisen. Dus dat zijn wel ingewikkelde dingen eigenlijk. Maar ik wil het toch even zeggen, want je was super gemotiveerd vorig jaar bij het ABFF Lab. Want ik weet wel, van Amsterdam moest je helemaal naar Almere toe om een camera op te nemen. Nieuw camera gekocht, daar ben je alle werk gedaan. Ja, maar dan heb ik haastig gespoed dezelfde goed. Want uiteindelijk bleek die camera dus geen... Het is gewoon les, het is gewoon ervaring. Ja, dat wel. Maar dat is een dure ervaring eigenlijk. Want ik dacht in eerste instantie, dan heb ik sowieso een camera, een fotocamera. Maar het had wel handig geweest als er ook dan meteen geluid bij had gezeten. We moeten het wel hierbij laten. En moet ik jou van harte bedanken voor je bijdrage. Nou, en ook graag voor gedaan. Je willen voor het mooie interview met jou te doen. Nou, graag gedaan. En ik hoop dat ik volgend jaar... echt weer meedoen. En, dit jaar Dit jaar, aankomend jaar natuurlijk, meedoen. Ja. En dat het een topfilm wordt. Ja. Als het dit jaar niet wordt, dan wordt het zeker volgend jaar. Dankjewel, Nanette. En ook bedankt u thuis voor het kijken voor het ABFF TV. En dit was Kibrat Mokonen. Tot de volgende keer.